De gevolgen van klimaatverandering zijn voor steeds minder mensen een verre van een bedshow. Het zijn zaken waar we allemaal mee te maken hebben. Wateroverlast en droogte pakken we samen met de gemeente en de provincie aan door op meer plekken tijdelijk water vast te houden. En op gebieden zoals hier in het Oude Land Verstrijen de bodem natter te houden. Ook de gemeente Hoekse Waard neemt stappen om de gevolgen van die klimaatverandering op te vangen. Bijvoorbeeld het aanplanten van bomen in de dorpskernen en zoals hier in deze nieuwe wijk het aanleggen van een wadi. Als provincie ondersteunen we gemeenten bij de aanpak van klimaatadaptatie. We leggen verbindingen en zorgen voor kennisdeling. Zo werken we ook samen aan een goede bereikbaarheid van onze provincie, ook in extreme weersomstandigheden. In deze nieuwbouwwijk wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat. De regenpijp is afgekoppeld en dat stroomt via de bloembakken in de waterberging onder de bloembakken. Vervolgens wordt het water langzaam aan de aarde teruggegeven.